Mensenrechten tellen niet meer in Marokko. Dat zeggen 5 Marokkaans-Nederlandse organisaties. Ze zijn woedend dat het Hof in Casablanca in het hoger beroep de hoge straffen tegen de RIF-leiders in stand houdt. En de organisaties willen dat minister Blok de ambassadeur op het matje roept. Ondanks de massale protesten na de eerste veroordeling vorig jaar blijven de hoge straffen staan. De openbaar aanklager ziet geen reden ze aan te passen. Ik ben zeker geschrokken, want als je mensen 20 jaar lang celstraf geeft omdat ze hun mening hebben gegeven, dan is dat werkelijk ongehoord. De leiders van de protestbeweging zijn veroordeeld voor het in gevaar brengen van de staatsveiligheid. In het najaar van 2016 krijgen ze tienduizenden mensen op de been die strijden voor een beter leven in het RIF-gebied, het noorden van Marokko. Wij willen einde aan de manier waarop de RIF wordt gediscrimineerd ten opzichte van de rest van het land. Wij zijn woedend. Ook in Nederland raakt de kwestie een snaar. Veel Marokkaanse Nederlanders hebben familie in het RIF-gebied. Ze hopen nu dat Nederland actie onderneemt. Die vonnissen zijn nu, ondanks alle protesten, werkelijk uit de hele wereld gehandhaafd, in alle gevallen bijna. Ja, dan denk ik dat de minister nu eens een keertje een rode kaart moet trekken. Minister Blok is niet van plan om de Marokkaanse ambassadeur op het matje te roepen. Blok zegt dat hij eerst wil kijken of de veroordeelden in cassatie gaan.